Welkom op deze avond. Ik ga jullie weer de laatste ontwikkelingen vertellen van Skyward Community. En dat is vanavond heel veel, dus ik zal er een beetje snel doorheen gaan. Allereerst, wie ben ik? Ik ben Nettie Sommers. Ik ben gestart in 2016 en ik steun inmiddels voor het 8e jaar dit mooie project. En vanaf juni 2020 ben ik ook de persoon om aan jullie de belangrijkste dingen uit te leggen. Ik doe dit samen natuurlijk met Earl en een paar andere mensen achter de schermen. En samen zijn we sterk om hier iets heel moois van te maken. Wat is nu het verschil? Unitsky String Technologie is een ingenieursbureau. En wij, als mensen die het project ondersteunen, zitten in het Skyward Community. Kort gezegd hebben wij daarbij een converteerbare lening. En dat is een lening die omgezet kan worden in aandelen van het bedrijf zodra ze een beursgang doen. Dan zijn er nog een aantal onderdelen meer van het bedrijf. Dat is Unitsky String Technologie en in het Ecotechnopark en het testcentrum. U-Sky Test en Certificatiecentrum in de Verenigde Arabische Emiraten. En op een tijdje terug is alles netjes uitgeverdeeld in onderdelen. En als je dan kijkt, dan zie je ons zitten in Unitsky String Technologie Transport. Rechtsonder in het ronde cirkeltje. Dan daarnaast zijn er ook nog projecten voor de biosfeer van de landbouw. Dat is vruchtbare grond, rechtsboven. Linksboven zie je de bio-industrie, echte energie. En linksonder zie je de lineaire cities. Dat zijn allemaal onderdelen die hier ook mee te maken hebben. En waar wij voor gezorgd hebben dat dat ontwikkeld kan worden. Met onze geldbijdrage. In de toekomst zul je dat gaan zien in verschillende kleuren. Dat het een beetje duidelijk is waar het in onderverdeeld is, dat is op dit moment niet zo belangrijk. Maar wat wel belangrijk is, ons milieu. En het milieu wereldwijd moet er iets aan gedaan worden. Er zijn allerhande calamiteiten zijn er overal. Dat heeft Anatoly Juninski al veel eerder gezien, in 40 jaar geleden. En hij wilde daar een oplossing voor hebben. En na 40 jaar werken heeft hij uiteindelijk het plaatje wat je ziet, zijn ontwerp ontwikkeld. En bovenin zie je de U-Flash en onderin de Unibus. En dat zijn twee heel belangrijke modellen voor de verdere ontwikkeling. Hier zie je hem linksboven op de foto op de Inetrans in Berlijn. En linksonder de foto, dat is een allereerste model. En dat werd hier getest of dat het inderdaad over een rail naar het tweede niveau gereden kon worden. En dat kon. Als je ziet wat er staat, wat hij allemaal al gedaan heeft met wetenschappelijke publicaties, monografieën en uitvindingen. Dan weet je dat dit een heel slimme man is die heel veel weet. En wij ondersteunen hem. Als je dan kijkt om een certificaat voor de groene paspoort te krijgen, om naar de commerciële markt te gaan, dan ben je heel goed bezig. En dat heeft hij hier. Hij heeft het in de Arabische Emiraten en ook in de andere park heeft hij het in tweede van de VN gekregen, dat hij daarin een paar projecten heeft mogen voorzitten als spreker. Heel belangrijk. Wat zijn de voordelen van het nieuwe vervoer? Nou, natuurlijk dat het extreem minder ruimte nodig heeft. Minimale grond hebben ze nodig en de kolommen die je ziet, die zijn op die palen, kolommen, die zijn gebouwd op een heel klein onderdeel van de grond en de rest van de grond eromheen, die is voor de natuur. Dan zie je dat er veel minder gebruik gemaakt wordt, zoals bij een weg aanleggen, van de hele omgeving overhoop gooien om daar een stukje weg neer te leggen, waar dieren ook in hun trektochten eigenlijk geblokkeerd worden. Alles is veel milieuvriendelijker daarom. En als je dan kijkt wat voor modellen dat er gemaakt zijn, dan zijn dit de passagiersmodellen. Verschillende modellen die echt voor iedere situatie een ontwerp is. Rechtsonder zie je bovenin weer de high-speed Unibus, de Uniflash, die tot 500 kilometer of meer kan halen. In het midden op het lichte vlakje, daar komen zometeen de foto's voor de industrie. En dan zie je containervervoer en andere soorten vervoer, wordt ook al ontwikkeld. Nou zijn er mensen die zeggen, ja, maar dit bestaat al lang. Dat klopt, maar in Duitsland en China bijvoorbeeld zie je dat er, ze op het tweede niveau rijden, maar daar zitten de wielen niet aan de onderkant, maar aan de bovenkant. Maar verder stoten ze evenveel gevaarlijke stoffen uit en is er niks veranderd, alleen inderdaad
op het wegvlak, het eerste niveau, het wegvlak, daar kan men meer uit de voeten, kan iets anders doen. Want in de lucht heb je er geen last van. Zo ook bij de kabelbanen in de sneeuwgebieden, daar zegt het woord het al, kabelbaan. Daar zit geen motor in, dus geen uitstoot. Maar dit kan geen kilometers lang of honderden kilometers lang een vervoermiddel zijn. Dus dat is goed voor kleine trajecten, maar verder niet. Dus dit wat wij hebben is heel anders. Als je dan kijkt, normaal wordt een weg aangelegd van A naar B, wordt de grond geëgaliseerd. Dat wil zeggen dat de dieren die daar leven een ander inkomen moeten zoeken. Hoe het gaat bij Jeninske Stringtechnologie, dan worden daar pilaren gebouwd en aan die pilaren, daar komt kabels overheen. Dus de wegbedding gaat naar het tweede niveau. En die kabel die bestaat uit getwiste snaren. Die snaren kunnen ook strak getrokken worden. En dan moet je je voorstellen zoals bij een gitaar. Dan worden ook de snaren van een gitaar worden op een gegeven moment op sterkte getrokken, gedraaid. En dat doen ze hier ook. En als het dan recht is en stevig, kunnen ze het ook nog omhullen als het nodig is. Ze hebben een doorhangende spoorstructuur, maar ook een stijve rechte spoorstructuur, zoals het tweede plaatje. En dan kan er nog zwaarder materieel overheen. En als je dan in plaats van een hele lange trein neemt, doe je ze in stukjes. En dan zijn de zelfrijdende voertuigen ook nog eens sneller om van A naar B te komen. En mensen hoeven niet lang te wachten voordat een hele lange trein helemaal vol zit. Hier stappen mensen in en hij gaat weg. En deze zelfrijdende rijtuigen, zoals ik net al zei, dat zijn dus rijtuigen waar geen chauffeur in zit. Dus deze rijden allemaal via de blockchain zonder chauffeur van A naar B. Scheelt natuurlijk ook nog eens een keer in mankracht die er tegenwoordig al niet meer is. En als je dan kijkt naar de verschillende spoorstructuren, dan zie je de doorhangende spoorstructuren hier, het bovenste. De tweede is de enkele spoorstructuur, de stijve, en de onderste is de dubbele stijve spoorstructuur. Elk is natuurlijk voor verschillende onderdelen. Als je dan kijkt rechts onder het plaatje, dat is van de doorhangende spoorstructuur. Als je dan kijkt dat die bril die erop ligt, die is veel kleiner als een rail zelf. Dan zie je in de rails zie je wel de stringen zitten, de getwiste snaren. En links in dat plaatje is het ook, dat is de stijve spoorstructuur. En daar zie je ook de snaren in een soort cement zitten, een polymeeroplossing is dat. En de wielen die hebben een staal-op-staal wrijving. Dat wil zeggen dat ze veel minder energie verbruiken. En als je naar rechts kijkt bij het plaatje van de doorsnee van de spoorstructuur, dan zie je hier heel duidelijk dat de stringen in een polymeeroplossing zitten. Die zitten in een omhulsel en over dat omhulsel zit nog een harde bovenlaag. En die harde bovenlaag zorgt ervoor dat deze snaar minimaal 50, maar waarschijnlijk maximaal 100 jaar mee kan zonder dat er onderhoud aan gepleegd hoeft te worden. En dat is heel speciaal. Dus de kosten per kilometer onderhoud voor zo'n rail, dat is nihil. Of nihil mag ik niet zeggen, is altijd wel iets. Maar niet zoals nu dat de trajecten afgesloten moeten worden omdat er weer onderhoud aan gepleegd moet worden. Dus dit zal heel veel geld gaan schelen. Dan zie je ook die twee onderste plaatjes. Dat is een beveiliging voor een ontsporingssysteem. De wielen die zitten via het ontsporingssysteem, die oranje vlakken die je op het linkerplaatje ziet, dat zorgt ervoor dat de wielen boven op de rail blijven en het niet kan ontsporen. Het plaatje links is computergetekend en rechts is het echte plaatje, zoals het in werkelijkheid bovenop elke wagon geplaatst is. Ook het energieverbruik is veel beter. Bij de auto zie je achter de auto een werveling. En dat zie je rechts bij het plaatje, bij die U-fles, zie je dat niet. Daar gaat de wind erboven en eronder heel vloeiend erheen en de achterkant geen wervelingen. En dat wil dus zeggen dat de wind geen invloed heeft, die wervelstormen, op de snelheid van de wagon, want die kan gewoon zonder tegenstand doorrijden. Wat kunnen ze hiermee bereiken? Nou, een beter leefmilieu voor dieren natuurlijk en het transport zal veel meer versnellen. Maar ook de files worden opgelost. En het mooie van alles, alles is geïnspireerd en georiënteerd op de groene energie. Dat is heel belangrijk.
Inmiddels zijn er ook opleidingscentra, want de leerlingen worden opgeleid van laag tot hoog niveau om hieraan te kunnen werken. En er zijn inmiddels ook al studenten afgestudeerd. Bij de testparken, daar is dichtbij meestal ook een universiteit, zodat leerlingen makkelijk van de universiteit naar dit project toe kunnen om daar hun studie te voltooien. Er is ook, dit is heel belangrijk, want dat is deze week naar buiten gekomen, is er een samenwerkings- en een investeringsovereenkomst getekend. Hier zal ik even wat rustiger doorheen gaan. Want, wat is er bekendgemaakt? Dat ze nu een samenwerking- en investeringsovereenkomst hebben met GTI. En GTI treedt op namens de Juninski Groep. En dat is, de GTI wil zeggen Global Transport Investments. Het ontwerp van deze overeenkomst was een roadmap. Die hebben ze nodig voor de laatste fase van het project. Het bevat de precieze stappen om transport- en infrastructuurcomplexen op basis van streng transporttechnologie naar de wereldmarkt te brengen. En ze hebben een businessmap gemaakt. En wat wil dat zeggen? Dat ze de huidige situatie vaststellen, waar ze nu staan. Daarna worden de ontwikkelingen geïnventariseerd. Wat komt er allemaal op ons af? De ambities worden bekeken voor de toekomst te bepalen. Waar willen we heen? En het haalbare opties voor die onderzoeken. Hoe kunnen we daar komen? En deze genoemde stages, zoals wij die nu kennen, van 1 tot 15, dat is een document dat helemaal aan het begin, bij de start, geschreven is om een beeld te geven van de toekomstige verwachtingen. En dat geschetste plan, dat was opgesteld op basis van analytische studies, ook economische modellen en studies van internationale ervaring bij uitvoering van gelijkaardige projecten, maar dat kun je niet helemaal tot het einde toe bekijken, omdat er natuurlijk ook veel andere omstandigheden in de loop van de tijd komen. Want de implementatie hield geen rekening met calamiteiten, zoals overmacht in omstandigheden van een langdurige wereldwijde systeemcrisis. We weten er inmiddels alles van. En met name de 2016 versie van de fase die vermeldde, elke overgang naar een nieuwe fase is afhankelijk van het behalen van de geplande werkomvang en doelen, evenals het behalen van het projectfinancieringsschema. En een van de belangrijkste overmachtgebeurtenissen van die groeimarkt van het project die het negatief beïnvloedde, was natuurlijk de COVID-19-pandemie. En de wereldwijde economische recessie die daarop volgde. Evenals ook de politieke crisis die verband houdt met de gespannen geopolitieke situatie in Oekraïne. Deze gebeurtenissen hebben invloed gehad op de activiteiten van de bedrijven die het project uitvoeren. En die hebben veel belangrijke bedrijfsprocessen aanzienlijk gaan vertragen. Maar desondanks werden de meeste activiteiten uitgevoerd binnen het oorspronkelijke tijdsbestek dat in de stages was uiteengezet. En op sommige gebieden konden de ontwikkelaars aanzienlijk meer bereiken dan aanvankelijk was voorzien. Vanaf februari 2023 bevindt het project zich officieel in fase 14.3. De volgende fase, fase 15, moet worden gemarkeerd door de voltooiing van de bouw, het testen en de certificering van een testcomplex van een hoge snelheidssysteem en de oprichting van een verkoopsalon voor complexen van vervoer van passagiers met hoge snelheid, tot 500 km per uur. Om redenen buiten de macht van de ontwikkelaar werden de plannen voor het hoge snelheidscomplex niet volledig uitgevoerd tegen de deadline van 2018 voor voltooiing van de ontwikkelingsfases. De belangrijkste factoren die dit verhinderden waren onvoldoende financiering en moeilijkheden bij het verkrijgen van goedkeuringen in de Republiek Wit-Rusland. Om een viaduct van de vereiste lengte van 20 km te bouwen voor proeftesten, inclusief snelheden tot 500 km per uur en de demonstratie en certificering van de snelle oplossingen. 20 km per uur heb je minimaal nodig, eigenlijk meer, maar ze hadden al een stukje liggen. Dus er was nog 20 km nodig, 10 km om de snelheid te gaan halen en 10 km om te remmen. En dan hadden ze de kilometer die er lag, die halve kilometer, die hadden ze om op snelheid te houden. Dus dat was nodig. Dat is niet doorgegaan. Wat wil ik nu zeggen? Het moment van de overgang
naar de laatste fase, fase 15, van het op de wereldmarkt brengen van de transport- en infrastructuurcomplexen op basis van de Skyway transporttechnologie, is getimed op de start van de operatie van de eerste openbare Junintsi stringtechnologie vracht- en passagierscomplex op het grondgebied van de Republiek Wit-Rusland en de lancering van een demonstratie- en testcomplex met een unimobiel met 25 zitplaatsen voor passagiers en een semi-flexibiel heavy-duty viaduct met een lengte van 2,5 kilometer in het Yuskai Test- en Demonstratiecentrum in de Verenigde Arabische Emiraten in Sharjah. De belangrijkste plannen voor de laatste fase zijn, want ze hebben alles helemaal uitgeschreven, wat er in 2023 moet komen, wat er in 2024 komt en zo verder. En in 2023 is nog nodig om de toename van het aantal voorontwerp- en energieringscontracten voor stedelijke en voorstedelijke Junintsi stringtechnologie, vracht- en passagiers, vervoers- en infrastructuurcomplexen met een totale lengte voor strengsporen van minimaal 100 kilometer te voltooien. En 2023 is ook het ingenieursbureau Junintsi stringtechnologie dat die zelfvoorzienend moet worden. Met geld dat verdiend moet worden met het werk aan commerciële Junintsi stringtechnologie complexen. Dus mensen, landen die een traject willen hebben dat er berekend moet worden, dan moeten ze daarvoor betalen. En het geld wat binnenkomt, daar moeten ze de berekening mee kunnen doen. Dus dat wordt niet gedaan vanuit het geld wat wij geven. Ons geld is voor de ontwikkeling verder, maar de landen die verder iets willen, die moeten dus daarvoor betalen. Als je dan kijkt in 2024, dan wil dat zeggen het exit van het moederbedrijf voor ingenieering van Junintsi stringtechnologie om winst te maken. Een aantal nieuwe contracten die gegund zijn in één jaar, in deze volgende periodes van tenminste 5 aantallen, 5 projecten, met een totale lengte van tenminste 200 kilometer. Dus niet 5 trajecten van maar 3 kilometer, het moet echt 200 kilometer zijn. In 2024 willen ze ook de lancering van een demonstratie- en testcomplex met een 2,5 kilometer lang stevig viaduct voor zwaar gebruik in het test- en demonstratiecentrum van Yuskai hebben. Dat is dus de volgende, de testlijn 2. En de lancering van 2 Junintsi string demonstratie- en testcomplexen met semi-flexibele en stijve heavy-duty viaducten in het Ecotechnopark in Marina Gorka in Wit-Rusland. Ook daar gaat alles gewoon door. Belangrijkste, hier zitten jullie allemaal op te wachten, is de start van dividendbetalingen aan investeerders in de stringtechnologie. En dat is dus gepland in 2025. Dividenden, dus het geld, die worden in dit geval betaald door de distributeur van Junintsi String transport- en infrastructuurcomplexen en de Junintsi String technologie licenties, in plaats van de door het ingenieursbureau Junintsi String technologie werken aan de commerciële projecten. Dus het wordt echt door een los bedrijf, en dat is de RSSH, wordt dit straks geregeld. Alle verdere informatie zullen we nog wel een keer krijgen. Maar dit is waarschijnlijk voor iedereen belangrijkste informatie. En daarom heb ik het in het begin van mijn presentatie neergezet. Want alles wat je daarna hier hoort, wat je al lang iedere keer gehoord hebt, zie je vanaf dit moment toch vanuit een ander gezichtsoogpunt. Want alles wat ze gedaan hebben en wat ze moeten doen, je ziet hoe belangrijk de alle tussenstappen zijn. Ze moeten elke tussenstap perfect doen voordat de volgende mag. En daardoor hebben ze inderdaad vertraging opgelopen. Er zijn bedrijven die door de pandemie in bepaalde landen helemaal niet meer mochten werken. En dan ligt iets stil. En dan kun je wel gepland hebben dat iets verder moet. Maar als het stil ligt, dan heb je niks te zeggen. En dan moet je wachten. Maar het gaat door. Ik heb op verschillende plaatsen gelezen. Ondanks dat ze tegenslag hebben, ze zijn doorgegaan. En dat is heel belangrijk voor ons. Voordat ze de markt betreden, moeten ze natuurlijk ook de voertuigen en alles eromheen moet getest worden. Daar krijgen ze documenten voor. En hier zie je een document wat gekregen wordt en gegeven wordt aan de vrouw van Anatoly Junintsi. Rechtsonder zie je Anatoly zelf, maar linksboven zie je dat zij ook een certificaat krijgt. En alles wat getest moet worden is onder andere stijfheid van de spoor, de flexibiliteit ervan, de afhankelijkheid van de temperatuur, koud en warm, nacht, dag, overdag, hitte, alles meer. Ook de berekening van de krachten voor het spanningsbereik, want dat heeft onder elke temperatuurschommeling ook heel veel te lijden.
en de transportbelasting van de Unicard T, de tropische versie, want die moet in een warm klimaat getest worden, die kan niet in koud klimaat getest worden. Hier zie je enkele certificaten en onderscheidingen, maar ook patenten. Dus dat is heel belangrijk. Die heb je gewoon nodig om een aantal jaren geen concurrentie te hebben. Hier zie je ook dat hij in 2019, waar die pijl bij staat, was hij een van de experts in het VN-programma voor duurzame ontwikkeling. In 2019 al was hij heel belangrijk. Wij hebben daar niks van gehoord, maar achter de schermen, mensen die in de VN zaten, die hebben hem toen al horen spreken. Die wisten toen al waar hij mee bezig was. En hier zie je de certificatie 2018 van de Skyway String Technologie. In Brussel op 6 februari 2018 is hij toegelaten tot de Internationale Association of Public Transport, UITP. En dat is een groep van meer dan 1400 transportbedrijven. En natuurlijk ook onderzoekorganisaties uit meer dan 96 landen. En voordat je daar toegelaten wordt, dat is heel moeilijk. En als je dan ziet dat hij dat ook al op 16 februari 2018 voor elkaar heeft gekregen, dan weet je dat er achter de schermen al veel meer gebeurd is als wat wij nu weten. Hier kunnen mensen gaan kijken die de techniek graag willen berekenen en beoordelen. Dan kunnen ze daar gaan kijken. En voor ons is het de echte uitgeschreven versie. Ik heb straks gegeven op het eind de website. Kunnen we gaan kijken hoe alles voor ons wat makkelijker beschreven is om het te begrijpen. Dit zijn de verschillende modellen. Links zie je een heel rijtje met allemaal U-Sky wagons, voertuigen die tot een snelheid van 150 km per uur kunnen rijden. Rechtsboven zie je de U-Flash U4-362. Die kan een snelheid van boven de 500 km per uur halen. En daaronder zie je de Unilight. En onder die laatste twee zijn afgeleiden van de Unilight. De U-Bus heette die. En die zijn speciaal ontwikkeld voor bepaalde landen die niet zo'n dure wagon wilden hebben zoals links. Want de linkse rij die hebben allemaal leren bekleding en alles zoals de Emiraten het allemaal heel graag willen. Lekker chic. En hebben ze voor bepaalde landen rechts modellen ontwikkeld die minder duur in het ontwikkelen zijn, minder duur in uitvoering, zodat mensen die hier straks mee gaan reizen ook niet een al te duur kaartje hoeven te gaan aanschaffen. En dan kunnen ze nog goedkoper reizen als dat je met een linkerrijtje wagons zou moeten doen, want het kostenplaatje moet er natuurlijk in berekend worden. Dit zijn de modellen voor de industrie. En dan zie je het tweede plaatje van boven is de container. En dan zie je dat die $1 kost per 100 ton vervoeren per kilometer. Nou, dat is veel, veel goedkoper dan dat je tegenwoordig de containervervoer hebt. Het wordt alleen maar duurder. En linksonder zijn er twee, die gaan over de transportband. En daar heb ik hier een groter plaatje van. Dan zie je wat duidelijker hoe dat de transportband werkt vanuit een plaats waar ze de grondstoffen delven naar de plaats waar ze verwerkt moeten worden, kan het zo op een makkelijke manier zonder dat vrachtauto's de gevaarlijke bergen ooit heen moeten om met gevaar voor eigen leven dit naar de fabriek toe te brengen. Nu kan het anders. Nou zijn er twee prioriteitsrichtingen en dat zijn het passagiersvervoer en het containervervoer. En Unisky Stringtechnologie kan in de spits 25.000 passagiers via passagiersvervoer vervoeren. En ze kunnen ook 100 miljoen ton vracht per jaar, of dat nou bulk is, stuks of vloeibaar, 100 miljoen ton vracht per jaar kunnen ze ook vervoeren. Dit sla ik even over. Was ik nog mee bezig, dan zie ik het vergeten ben. Volgende keer. Dit is het kantoor van Unisky Stringtechnologie. Rechtsboven zie je zijn allerlaatste nieuwe kantoor. Rechtsonder dat witte gedeelte boven dat blauwe, dat was het allereerste kantoor. En links zie je hoe de mensen op het kantoor zitten te werken. Daar was het nog heel druk in het oude kantoor. In het nieuwe kantoor hebben ze allemaal wat meer ruimte gekregen. Inmiddels werken er bijna 700 hooggekwalificeerde specialisten in dienst. En er zijn 86 ontwerpbureaus. Er zijn 36 gebouwen. En er staan meer dan 3000 machines en apparatuur. Kun je je iets meer voorstellen? Dat zien wij allemaal niet. De totale oppervlakte aan kantoor- en productiefaciliteiten is meer dan 10.000 vierkante meter. En er is ook een 36 hectare groot demonstratie- en certificeringscentra. Hier zie je het. Dit was in 2015 een oud vervuild militair terrein.
wat doordrenkt was met zoutzuur, olie en buskruid. Stond op de site. Wauw. Even maar bijgezet. Maar als je dan kijkt daarachter de vijver, moet ik dat vijver noemen, ja. Die is daar nog helemaal onontwikkeld. Het gedeelte wat hij kreeg was hier links. Inmiddels, als je dan kijkt in 2019, was het al veel en veel groter. Want dan zie je ook de vijver achter, die is helemaal ontwikkeld. Daar hebben ze een bungalowpark gebouwd. Daar kunnen mensen gaan vissen. Er zijn visvijvers, er is van alles en nog wat meer. Ik weet niet of ik daar al bij gezet heb. Oh ja, hier heb ik hem. Hier zie je dat vanaf de andere kant. Dan zie je de huisjes. Kunnen mensen op vakantie gaan, huisje huren, kunnen daar gaan vissen. Er zijn ook een kinderspeelplaats en van alles is daar nog. Ik heb het op de website gezien. Een hele mooie website waar ze dit alles beschrijven. Rechtsboven zie je iemand die daar bezig is met vissen. Er zijn heel veel verschillende soorten vissen, maar daar ga ik nu niet verder op in. Wat wel belangrijk is, is dat de wagons, want dan vragen mensen, ja, maar als je daar zo hoog in de lucht hangt en hij gaat kapot, wat dan? Nou, er zijn elke wagon, dat zie je op het plaatje wat ik ertussen ingezet heb rechtsonder, elke wagon heeft voor en achter een koppeling, een soort trekhak. En daarmee kan een andere wagon, of een container kan ook zelfs, zijn stilvallende wagon aankoppelen en hem brengen naar het volgende station. Dan kunnen de passagiers uitstappen, kunnen ze hem apart zetten op een speciale plek eruit. En dan kan men het gaan repareren als het nodig is. Dus zo makkelijk is het wel. Je ziet het plaatje helemaal achterin, bijna tegen de bosrand aan. Zie je een stukje ook van een paar huisjes die daar gebouwd zijn, die ook nodig zijn. Of ja, waar mensen kunnen gaan vissen. Dan gaan we naar de Verenigde Arabische Emiraten. Sharia, dat is heel belangrijk in Dubai. Want in april 2018 hebben de sheiks van Dubai, Sharia, voor het eerst dit transport gezien. En daar waren ze zo enthousiast over en die hebben meteen actie ondernomen. En in september 2018 hadden ze al hun contract ondertekend, was alles besproken wat ze wilden en hebben ze een stuk grond gekregen in Sharia. En dat was puur een woestijn, meer niet, stond niks. En dat zie je hier rechtsonder. Dan zie je die auto's en dan zie je een paar mensen bij staan. Dat was het stuk grond wat ze kregen. En hebben ze wel heel officieel de opening gedaan, zoals je ziet met het middelste plaatje. Maar daarna is er gebouwd. Binnen de kortste keer, het jaar daarna, hadden ze hun eerste traject klaar. Van 400 meter. Je ziet er achterin nog in aanbouw zijn station. Dan naar de eerste pilaar is het 100 meter. Tussen de twee pilaren in 200 meter. En dan weer 100 meter naar de andere kant van het station. En daar zijn ze zo snel mogelijk begonnen om alles te testen voor het warme klimaat. En dit staat er nu. Ecohuis linksboven zie je. In het midden zie je het ecohuis hoe dat het er toen uitzag. Mooie aangelegde tuin. En als je het plaatje eronder kijkt, zie je hoe het nu al gegroeid is. Ik ben er geweest. Ik heb het gezien. Ik heb het gevoeld. Je loopt daar bij die deur naar binnen en je komt binnen in dat houten huis, in de tuin. En het is daar aangenaam toeven. Het is daar gewoon een heerlijke temperatuur. Geen koude temperatuur zoals een airco dat zou doen, dat je meteen de kou tegen je aankrijgt. Nee, het was gewoon een heerlijke fijne temperatuur om daar te zijn. Dat je zei, wauw, hoe kan dat? Want aan de bovenkant is het gewoon open. Het is geen dicht gebouw. Dit is in de stations. Rechts het grote plaatje zie je de wachtruimte. Ook weer leren stoelen om te wachten. Links zie je glazen ruimtes. Dan zie je de wagons aankomen. En dan kunnen we, wij mochten er ook instappen en mee reizen. Rechtsboven is een plaatje dat ze de 2,5 kilometer testbaan daar aan het bouwen zijn. Die is inmiddels klaar. Zie je rechtsboven nog een keer. Linksboven zie je de bekabeling die ze gaan leggen. En ze zijn voor spoor 4 bezig. En dat zie je op het onderste plaatje. De vierkante pilaren. Die zijn ik zal eens even kijken dat ik er weer aan kan klikken. De vierkante pilaren deze. Nee, het lukt me niet. Ja, hier deze. Kom op. Hij wil niet wat ik wil. In ieder geval links van dit pijltje, daar zie je de pilaren, de vierkante pilaren. En deze is al gebouwd, die is klaar. En dan kan men containers op gaan testen en de snelheid gaan halen. En dit is ook een 2,5 kilometer baan, die ronde
pilaren. En dat is het volgende traject wat gebouwd gaat worden. En dat hebben ze volgend jaar blijkbaar klaar. Maar deze is nu klaar en men is nu bezig aan het testen. En als je hier ziet, hier zie je de snelweg. De snelweg, je mag daar 80 kilometer. Maar hier mag je rijden. En wij zijn echt deze snelweg van hier tot helemaal aan het eind daar 2,5 kilometer verder gegaan. Daar is een rotonde en weer terug. En zo hebben we op neer, het taxi op neer laten rijden om ons te kunnen laten fotograferen, kunnen laten testen. En dit is een beveiligingshuisje waar een beveiliger in zit. Als je het park op wilt, dan kun je hier het park op als hij het goed vindt. Ik ga deze maar even wegdoen. Hier zie je een aantal foto's dat ze aan het bouwen zijn. Dan zie je dat ze er met de vierkante pilaren bezig zijn. Hier nog een aantal foto's. En dan zie je links dat de sheiks daar bij maquette staan. Daar hebben ze, gaan ze iets ontwikkelen. En bij de pijl daar staat het in de maquette ook het systeem van Anatoly Yuninsky. Hier een groter plaatje, dan zie je het iets beter dat daar een pilaar staat waar mensen mee in de vervoersmiddelen kunnen reizen en dat het bijna haast niet opvalt. Dat is wel heel mooi om te zien. In Anatoly Yuninsky gaf in de Emiraten bij Emirati TV een interview, nadat hij 4 jaar resultaten had geboekt met het transport in de Verenigde Arabische Emiraten. En dat was gewoon een heel belangrijk interview. Het staat ook in onze back-office, daar kunnen we ook kijken. En daar werd onder andere verteld dat de kleine problemen die er waren bij een warm klimaat, dat het allemaal opgelost is. Dat ze alles hebben kunnen aanpassen en dat deze manier van vervoer een geweldig mooie manier van vervoer is in warm klimaat met die woestijnwinden. Want dat valt niet mee met op die woestijnwinden een traject te maken dat er tegen bestand is. Dus dat is gewoon heel belangrijk. Hier zie je linksonder zie je het controlecentrum. Daar kan men helemaal alles zien en kijken wat er in de wagons gebeurt en in de stations. En rechtsboven zie je Earl en mij dat wij daar kijken in een wagon. Een paar mensen van ons zijn daar ingestapt en die gingen naar de andere kant 400 meter verder. En wij keken ze na hoe dat ging. We zijn er echt geweest. Het is echt heel geweldig om dit te zien. En hier zie je de fabriek. Dan zie je de modellen die gebouwd worden en hier links zie je dus het model wat speciaal ontworpen is voor iets goedkoper te kunnen reizen voor bepaalde landen. En dan kun je straks nog wel verder zien. Hier zie je het certificaat voor warm klimaat wat ze hebben gekregen. En door het certificaat wordt er voldaan aan de wereldwijde eisen voor betrouwbaarheid en veiligheid en duurzaamheid over heel de wereld. Toekomstige klanten, daar is het fijn belangrijk voor, want hun besluitvormingsproces kan dus veel gemakkelijker worden, want bepaalde onderzoeken hoeven ze helemaal niet meer te doen. Ze zijn nu geschikt om de wereldmarkt te betreden en inmiddels zijn er dus niet alleen gesprekken met Abu Dhabi, Dubai en Sharjah in de Verenigde Arabische Emiraten, maar ook in de buurlanden, zoals Egypte, Saoedi-Arabië en Kuwait. En destijds zei Yuninsky, we hopen te kunnen winnen, maar zover ik kan zien beslist Dubai wat de beste oplossing is. En inmiddels weten we dat hij het in Dubai gewonnen heeft. En hij had concurrentie van bedrijven uit China, de VS, Israël en Frankrijk. Dus ja, het is toch heel fijn, want China die betaalt alles. En dat wil niet zomaar zeggen dat je dat gaat winnen. Maar Sharjah is inmiddels ook aan het kijken om een verbinding te krijgen van links van de kust naar rechts aan de kust, naar de oostkuststad van Korfakkan. En dat is een traject van 125 kilometer, 100 kilometer over vlakland en 25 kilometer door bergen, 25 à 30. En ook hebben ze een traject berekend voor in Korfakkan zelf. En nu de 2,5 kilometer lange testlijn operationeel is, hebben ze de eerste goedkeuring al gekregen om deze lijnen te bouwen. Dus dat is gewoon heel mooi, maar daar vertel ik zo meteen nog meer over, daar heb ik afbeeldingen van. En daar ligt het emiraat Ras Al Khaimah. En ook dat emiraat heeft inmiddels verschillende routes bekendgemaakt. En daar stond ik wel van te kijken, want het zijn best veel routes. En de emiraten in Dubai hebben ze een afbeelding een tijdje terug aan ons gegeven dat ze van vliegveld naar vliegveld een route willen hebben. Maar beide vliegvelden willen ook een traject hebben naar de haven. Dus dat is ook wel heel belangrijk. Het korte stukje naar de haven, van het onderste vliegveld naar de haven, dat is een lengte van 18,5 kilometer, wat ze een container met tussenstops in 14 minuten kan halen.
En dan doen ze een gemiddelde snelheid, hebben ze dan van 77 kilometer per uur. Hier zie je Olesareski. Deze man kijkt me goed aan, want die zul je heel, heel veel zien op de foto's. En ook de man die erachter staat, kan ik nu even niet zeggen wie er is, maar die is ook heel erg belangrijk. En dit zijn twee mensen die alle commerciële projecten in verschillende landen overal gaan bespreken. We gaan dit soort gekke situaties gaan wij niet meer zien straks. Want men hoeft niet meer te wachten tot een hele lange trein helemaal volgeduwd is. Men kan instappen in een wagon en verder reizen. Daardoor worden natuurlijk de opstaptijden verkort, maar ook de late lostijden worden natuurlijk aanzienlijk verkort met containers. En door het bouwen hebben ze minimale grondwerving nodig, want kijk daar rechts maar, rechts onder het plaatje, dan op zelfs een middenberm kan er gebouwd worden. Er zijn ook geen dure terminals of stations nodig, want men kan heel eenvoudig een kleine, smalle station hebben. Dat zie je straks ook op nog een aantal plaatjes. Jeniske stringtechnologie, de use-guide transportinfrastructuur wordt onderscheiden door de hoge efficiëntie, de lage schadelijke gevolgen voor het milieu en ook de veiligheid in het persoon- en het vrachtvervoer. Ze zijn bestand tegen mist, sneeuw, stof en zandstormen, maar ook heel betrouwbaar bij alle extreme luchttemperaturen en bestand tegen vandalisme, tsunamis, rivieroverstromingen en aardbevingen. En wat het milieu betreft, deze verhoogde route is goed voor de diversiteit in de natuurgebieden en de baan vernietigt geen vruchtbare grond en ook de vegetatie die erop groeit niet. Want je ziet daar wel onder die vervoerlijn de twee dieren staan, maar ook de dieren die over moeten steken, de kleinere dieren die je niet zomaar meteen ziet, zoals de springende kangoeroes die nog weg kunnen vluchten, is het ook belangrijk dat ook die dieren die je niet ziet, gewoon hun route kunnen vervolgen van A naar B zonder plat op de weg terecht te komen. Als je dan kijkt wat de kosten zijn, vergelijkbaar. In Europa bedragen de gemiddelde kosten voor een kilometer hoge snelheidsweg aan te bouwen voor 30 miljoen en voor 100.000 per kilometer aan onderhoud. 30 miljoen per kilometer. Als je dan kijkt naar het onderhoud dat elk jaar, elke kilometer $100.000 kost om nog te onderhouden, dan blijft zo'n traject duur. De Hyperloop die wordt op dit moment al geschat op 50 miljoen per kilometer. En die is nog maar in de conceptfase dat ze berekend hebben. En iedereen weet op het moment dat er gebouwd gaat worden, dat er dan altijd onvoorziene omstandigheden komen en dat het alles duurder gaat worden. Als je dan kijkt dat een kilometer metro, dat die zelfs kan oplopen tot $115 miljoen per kilometer. En als je dan bekijkt dat hetzelfde deel van Jeniske stringtechnologie gemiddeld ongeveer 10 miljoen per kilometer zal zijn, denk je dan dat de concurrentie gaat kijken en nadenken en de landen en bedrijven die willen bouwen, dat die de kostenplaatje niet even naast elkaar gaan leggen? Ik denk het wel. Dat wil dus zeggen dat de technologie van Jeniske stringtechnologie alles fundamenteel gaat veranderen. Ook de kostprijs voor een containervervoer, die ligt ongeveer tussen de 10 en de ruim 20 miljoen per kilometer, dan zit je daar ook zeer, zeer ver onder de prijs die op dit moment berekend wordt. Nou is het voor onze Belgische mensen, want ik zie een aantal mensen inzitten uit België, daar is het heel belangrijk voor. Het bedrijf B-Kaart is heel erg bekend in België, bij ons in Nederland niet. Maar die heeft een contract getekend dat die alle strings gaat leveren. Zo zijn er meer Europese bedrijven, ook bedrijven uit heel de wereld. De beste bedrijven uit de wereld benaderen ze overal voor om te leveren, om hier de allerbeste kwaliteit te realiseren. Heel belangrijk voor ons. Deze man heb ik veel contact mee, die was in Belarus. Hier zie je op de grond kiezeltjes. Dadelijk heb ik ook nog een andere foto in de woestijn. En al die rollen die daar liggen, dat zijn controle waar de string op zit, die nodig is om de trajecten te bouwen. Dan zie je hoeveel dat hier geleverd wordt. Het is best heel veel wat er ligt. En je ziet het, klopt echt, want er staat B-kaart en Jeniske stringtechnologie. En hier staan, elke controle heeft zo'n kaartje. Dan zie je hier, naast het station waar de pijl is, ook daar zie je weer in de woestijn de rollen liggen voor de strings die hier nodig zijn om het traject van station naar station te gaan bouwen. En hier de toegangsweg naar het park.
En daar zie je tussen die twee mannen in, zie je daar een auto rijden. Daar is de afslag van de toegangsweg. En dan achter die auto is het paviljoen. En daarachter zie je het Houten Ecohuis. Een beetje onduidelijk allemaal. Houten Ecohuis is inmiddels helemaal volgebouwd, omheen gegroeid in feite met groen. Dus je ziet het niet meer dat het hout is. Je ziet het dus helemaal rondom in het groen. Een meter eromheen kun je er helemaal omheen lopen. En dit is de toegangsweg naar het Ecopark. Wij zijn daar echt geweest. Het is zo mooi om te zien. Wat is er nu allemaal gerealiseerd? Als je dan gaat kijken. In 2015 was er niks. Kregen ze een stuk grond. In 2016 was het eerste traject met de eerste Unitruck gebouwd. Kon getest worden. In 2017 zijn er twee modellen bijgekomen. In 2018 hebben de Arabieren hun handtekening aangezet. En in 2019 was het eerste traject van 400 meter in de Emiraten. In Sharjah. Klaar om te testen. In 2020 kwam daar de High Speed Unibus, de U-Flash, bij. En 2021 hoorden we voor de eerste keer van de containervervoer. Als je dan kijkt wat er in die korte tijd voor heel veel dingen allemaal gebouwd is. Als een auto, bijvoorbeeld de Tesla, vindt iedereen geweldig. Is die ook natuurlijk voor de meeste mensen. Dan hoeft dat bedrijf maar een auto te bouwen. Maar die hoeft niet de weg aan te leggen, de viaducten en alle andere dingen die nodig zijn om die auto ergens van A naar B te brengen. Hier wel, dit is zo nieuw, dat moest allemaal nog gebouwd worden. En als je dan kijkt wat ze gedaan hebben en hoeveel bedrijven er hierachter zitten die allemaal eraan meegewerkt hebben, dan is dit een prestatie van je welste. En dan is het niet zoals sommige mensen denken, het duurt zo lang, ze hebben echt heel hard gewerkt. Dan is ook een verslaggever ter orde gekomen. En die is gaan vragen, mag ik komen kijken? En mag ik een ritje maken? Dat mocht. Hij heeft het geplaatst op zijn kanaal. En toen Fox News, CNN en heel veel andere nieuwszenders hebben het allemaal overgenomen. En rechtsonder zie je het Construction Week. En Construction Week heeft daar ook een heel artikel aan gewijd. Ze stonden op de voorpagina. Maar ook binnenin zijn er heel veel pagina's gewijd geworden aan de omschrijving wat dit wel niet was. Dus heel veel. Als je dan kijkt, er is een verbeterde versie van de Unibus is geïnstalleerd. Er waren wijzigingen aangebracht, belangrijke prestaties van parameters waren verbeterd. En de baanconstructie die geïnstalleerd werd, die werd in bedrijf gesteld. En al die dingen samen is allemaal vorig jaar gebeurd. En begin van dit jaar was het in bedrijf en kon men ermee gaan starten. Nou heb ik ook dit certificaat op een gegeven moment gezien, een patent daarvoor. En dat is in mei 2020 al afgegeven voor de dubbele U-Flash. Die hebben we nog nergens gezien, maar wel in het Ecopark, in het Houten Ecohuis. De filmpjes die je dan ziet, dan zie je die dubbele U-Flash. Die is nog niet in het echt, denk ik. Verder weet ik het ook niet. Maar dan kunnen waarschijnlijk straks mensen aan de linkerkant en rechterkant instappen zonder dat ze elkaar tegenkomen in het midden. Ik zat er het eerst in. Wel heel slim. Dit is het traject wat ze in het klein in het Houten Huis gebouwd hebben. Ik heb dit ook echt gezien. Dan zie je er achterin een soort voorstelling van een flat. En dan zie je de rail van de ene kant naar de andere kant. Gaat zo'n wagon op en neer. Boven in de lucht hangt de hangende spoorstructuur, de flexibele, met een kleine wagon eraan. En onderin zie je de harde stijve. En ook daaronder, onder deze harde stijve spoorstructuur, daar komt ook nog een wagon te rijden. Dus het is heel erg compact allemaal. Inmiddels zijn er al verschillende testritten gedaan met delegaties uit landen. Dat zijn onder andere de landen Rwanda, Brazilië, Zwitserland, Colombia, El Salvador, Jordanië, Roemenië, de Dominicaanse Republiek, de Republiek Haiti, Tsjechische Republiek, Vietnam, de Filipijnen, Groot-Brittannië en het Koninkrijk Lesotho. Dat heb ik een beetje dikker geschreven. Waarom? Toen wij daar waren, kwam er een delegatie aan van auto's en die mochten voor. Waren wij eigenlijk niet zo mee eens, want wij zeiden die kruipen voor, wij waren hier eerder. Dus die hebben wij gezien, die zijn ingestapt. Verder werd ons niks gezegd. Een aantal weken, 5, 6 later, toen kwam er een filmpje naar buiten. En wat zagen wij? De mensen die wij gezien hadden, dat was de koning en koningin van Lesotho met een hooggeplaatste iemand van het landsbestuur. Heel geweldig om eigenlijk achteraf te weten dat wij dat gezien hebben. Dus dit zijn echt landen die verder in gesprekken zijn en niet alleen maar een ritje komen maken. Want de volgende landen weten we van dat ze in gesprek zijn met Chinese stringtechnologie. En dat zijn Egypte, Saudi-Arabië, Kuwait, Vietnam, Indonesië is al verder, India, Brazilië, Frankrijk, Rwanda, Zweden, Mexico, Ecuador en natuurlijk de Verenigde Arabische Emiraten zelf. Als je dan
kijkt deze landen, dat die al verder zijn, dat er daar ook Europese landen bij zitten. Dat is toch heel mooi om te zien. Hier heb je, ik ga even snel door deze foto's heen, anders haal ik het allemaal niet op tijd, want ik ben bang dat ik om 8 uur afgesloten word. Vorige keer mocht ik tot 9:30 doorgaan, maar de laatste keer zag ik bij iemand anders, die werd om 9 uur afgesloten, dus ik hoop dat ik het binnen 1 uur red. Dus ik ga er even snel doorheen door de landen die zijn wezen kijken. En zijn allemaal kijken naar de mogelijkheden, wat er kan gebeuren en hoe het allemaal moet gebeuren en hoe veilig dat het is. Dus heb je Zuid-Sudan, hier het Zwitserland, het Europees land. Dan heb je hier India. India heeft in het begin even gedaan, is wat stilstand gekomen. We zijn nu weer terug en zijn echt vergroot terug. Hier hebben ze hele gesprekken al, dus ze zijn echt heel ver. Dan heb je Anasek, de prinses van de Filipijnen. Nou, als er een prinses komt, dan zijn er alle andere delegaties ook geweest en dan komt die ook nog even kijken. Hier heb je de Republiek Paraguay, heel belangrijk. Brazilië, nog belangrijker, want wat zie je hier? Overheidsfunctionarissen, maar ook burgemeesters en ondernemers. Wat wil dat zeggen? Er mag een land, wij als genetische stringtechnologie, mag het niet naar buiten brengen. Voordat een land het zelf naar buiten heeft gebracht dat ze gaan bouwen. Of aan het bouwen zijn, of klaar zijn. Mogen ze zelf beslissen. Tot die tijd mogen wij niks naar buiten brengen. Als je dan hier ziet dat er een foto is gemaakt met burgemeesters en ondernemers uit een land. Dan wil dat zeggen dat ze verder zijn in gesprekken als wij weten en wat wij naar buiten mogen brengen. Dus bekijk het zo even als je zo'n dingen leest, dan kun je toch al iets meer weten. Dit is Vietnam. En zijn Franciszek Sollar en Vladimir Maslov naartoe geweest. En Vladimir Maslov heeft daar samen met de Vietnamezen het bedrijf Viet Transnet opgericht. Om daar in Vietnam alle bouwwerkzaamheden te gaan verrichten. En dat zullen ze waarschijnlijk in de meeste landen gaan doen. Om in elk land apart een bedrijf op te richten. Wat zich richt op dat land en de ontwikkelingen daar. Korea, ook geweest. Kyrgyzstan, een dame. En dat is een dame die kwam omdat ze 2 transportbedrijven beheert. Daar is ze algemeen directeur van. En die is bij Anatoly Janinski zelf geweest. Dus niet bij een van de werknemers, maar bij Anatoly Janinski zelf. Dat is heel belangrijk, want Anatoly is echt niet overal bij. Dus dat zij daar uitleg heeft gekregen, dat is ook heel belangrijk. Dan de koning van Lesotho, de koning en koningin die wij dus gezien hebben. Die Lesotho ligt in Zuid-Afrika. En Zuid-Afrika die heeft geen toegang tot een haven. En wat wil hij nu? Hij wil toegang hebben tot een haven. En hij wil nu een traject laten aanleggen van Lesotho naar de haven. Om daar de landbouwproducten en alle andere producten sneller te kunnen vervoeren. Zodat ook de mensen in het land van Lesotho een betere bestaansmanier krijgen. En meer gelden om ook zichzelf beter te kunnen voorzien van de nodige zelfvoorzienende omstandigheden in het land, zodat het land zich naar een hoger niveau kan tellen. En dat is gewoon heel belangrijk. Dit is Rwanda. En in Rwanda wilden ze een ander model, want dit was te luxe, dus de afgeleide van dit model hebben ze op een gegeven moment, en ook dit model, hebben ze genomen om daar voor hun een eigen model voor te laten bouwen. En dat is inmiddels gedaan. En de eerste stappen zijn erin gezet om dit in uitvoer te brengen. En daar heb ik zo meteen ook foto's van. Oh, hier is Jan. Want dit model is een afgeleide van de Unilite. En dit is een eenvoudiger model dat geen leren bekleding heeft, maar wel goedkoper is kunnen bouwen. Wel licht en alles, zodat de mensen het goedkoopste een kaartje konden hebben om hiermee te gaan reizen. En voor één zo'n model, wat hier gebouwd is, moet je je voorstellen, daar zijn meer dan 50 ontwerpbureaus voor nodig, om zo'n model helemaal klaar te hebben, omdat ook elk ontwerpbureau wat hier aan werkt, heeft zijn eigen specialiteiten en kennis. En dat wordt allemaal gebruikt om een zo'n goed mogelijk model hier neer te zetten. De uitbreiding naar de Zuidoost-Aziatische markt is natuurlijk het belangrijkste. En hier zie je de vrouw van Anatoly Janinski. En zij zei dus, de ondertekening van een overeenkomst met intelligent transportsysteem in Indonesië zal de implementatie van de nieuwe generatie viaduct transportprojecten in de regio mogelijk maken. En ze is van mening dat het betreden van de Zuid
Oost-Aziatische markt het resultaat is van de vraag naar gedurfde technologische oplossingen en het vermogen om dergelijke eisen ook te kunnen voorspellen. En dat is natuurlijk voor hen heel belangrijk. Hè? Ook het microklimaatsysteem is heel belangrijk in een wagon. En dat kan tot plus 50 graden, maar ook min 50 graden, proberen ze om de lucht, en dat is ook helemaal gelukt, dat kan, continu de cabine van frisse lucht te voorzien. Want de uitgeaande passagierslucht is niet fijn als je een uur erin zit bijvoorbeeld en je zit constant in de uitgeademde lucht. Dus ze hebben met succes een eigen klimaatsysteem ontwikkeld dat bij ook de extreme temperaturen van min 55 tot 60 of plus 55, 60 de binnentemperatuur kan houden op 18 tot 23 graden Celsius en een gezond binnenklimaat. Dat is ook inmiddels allemaal getest. Welke projecten zijn er nu officieel bekendgemaakt? Welke projecten mogen wij naar buiten brengen omdat dat officieel bekend is gemaakt en dat de geheimhouding dus daar niet meer telt? Want de geheimhouding wordt ondertekend zodat de landen zelf het als eerste naar buiten mogen brengen. Tot die tijd mag Anatol Yunitskiy en Yunitskiy Stringtechnologie er niks van zeggen. Maar deze landen hebben het officieel naar buiten gebracht. En dat is onder andere op de Inotrans in Berlijn geweest, door de transportroads. Die hebben het op de Inotrans het model van wat ze daar gaan bouwen, wat ze daar willen hebben, in Dubai. En de route van 15 kilometer met 21 stations hebben ze daar neergezet en bekendgemaakt. En hebben ze, dit is wat zij dus in een filmpje nog hadden staan, maar ga ik even snel naar doorheen. Dit zijn de stations, zelfs bovenop de station zie je een platform voor het landen van een helikopter. Ook in Jakarta hebben ze bekendgemaakt, Jakarta, de huidige hoofdstad, zakt in het water. En nou willen ze een nieuwe hoofdstad bouwen. Want de 11 miljoen inwoners die in Jakarta wonen, daar ligt alles heel dikwijls onder water, kunnen ze niet van A naar B. Willen ze wel daar een traject bouwen van ongeveer 8 kilometer. En dat traject doe je normaal met de auto 25 minuten over en met de bus 50 minuten. Maar met dit traject ophalen straks in 3 minuten. Ook al staat er dan water op de weg, dan kan men gewoon van A naar B. Dat is wel heel belangrijk. De nieuwe hoofdstad, die gaat nu Santara heten. En die komt op een ander eiland. En daar gaat ook dit transport van Yunitskiy Stringtechnologie, zal daarin geïmplementeerd worden. En ook daar zie je weer deze wagons, de nieuwe wagons, de goedkopere wagons, die zullen daar gaan gebruikt worden. Ook El Salvador is bezig, die heeft het naar buiten gebracht dat ze dit gaan doen. En ze hebben ambitieuze plannen, want ze hebben nog grotere plannen. Want zij willen ook nog meer, niet alleen een station, maar ook daar mensen in wonen. En ook bedrijven eronder en alles meer. En dat zijn ze nu allemaal aan het uitwerken. En het stadsbestuur zie je hier bij elkaar zitten. Die hebben dus, dat staat hier, dat ze de terugverdientijd van de complexen dus sneller willen hebben. En dat is in het plaatsje Sonsonata. Daar gaan ze bouwen. Dit is Unilight. En de opstelling van de stationsgevels en evenals elektrische werken, die zijn allemaal ook weer, die zijn anders, maar die zijn allemaal berekend, goedgekeurd. En dit staat in het park in Belarus. En daar wordt dit waarschijnlijk als een van de eerste trajecten bekendgemaakt en dat in gebruik genomen gaat worden. Hier zie je een belangrijke delegatie die met Anatol Yunitskiy over het park heen loopt om daar te gaan bezoeken, om alles te gaan bekijken. Dit zijn een aantal projecten die ze gaan bouwen. Ik heb 4 routes, daar ga ik ook een beetje snel doorheen. Want ze hebben in het noorden van de Verenigde Arabische Emiraten, ik kom zo gauw even niet op de naam, ach, ik zie het hier trouwens staan, vlak bij de luchthaven, maar daar hebben ze een spoor van 38 kilometer met 11 stations, en daar hebben ze 122 U-bussen voor 16 passagiers per bus, dus dat is gewoon heel belangrijk, heel veel. Dan hebben ze hier nog een ander traject, en dat is, traject staat hier niet bij, hoeveel kilometer, maar dat is ook daar, die routeoptie. En hier heb je nog een route optie 2, dat is van de A naar B 45 kilometer van de luchthaven ergens naartoe. Hier zie je nog een ander stukje van de luchthaven naar Ramidat en ook naar de haven toe, of naar de strand toe, naar de zeekant. In de toekomst moet dat ook nog ontwikkeld worden, maar dat moet dan door de stad heen, dat is wel lastiger. Maar dat is ook nog 9 kilometer wat ze gaan bouwen. Dan heb je hier nog een model van de route 2 wat ze gaan gebruiken. En hier zie je de
de route optie 2 van A naar B van 26 kilometer. En de volgende plaatje is dan weer naar de haven toe. Oh nee, deze is eerst nog eventjes naar de moskee. Want daar wordt ook een stopplaats gecreëerd, de moskee. En daar zie je de tussenliggende haltes die ze gaan bouwen. Dit is in totaal een lengte van 106 kilometer met 103 U-bussen. En zoals je daar straks hoorde, er moet in totaal 200 kilometer gebouwd worden. Met de kilometers die ik nu al opgenoemd heb, is dit op een gegeven moment al realiseerbaar in de Verenigde Arabische Emiraten. Maar ook in andere landen waar het gerealiseerd wordt, wordt weer met eigen plaatselijke ondernemers gebouwd. Dus die 200 kilometer klinkt veel, maar daar komen we over een paar jaar wel aan. Dus dit is optie 3. Ook weer een andere plaats waar ze heen kunnen, naar andere plaatsen toe. Dan zie je hier optie 4, dat is nou een klein stukje daar naar de haven toe. Weer 45 kilometer lang, 9 U-bussen en een aantal U-trucks. Dus heel veel allemaal. Als je dan kijkt wat het laadvermogen is en de routes die ze gaan rijden en hoe veilig dat het is voor weggebruikers. Want kijk eens, als je dat plaatje hier goed kijkt, dan zie je voorin een container. Maar daarachter, dan zie je een passagiersvoertuig. Dus het kan allebei tegelijk op een gegeven moment op bepaalde routes gewoon reizen. Dus zoals hier gewoon op de normale treinroutes, kan hier ook een vracht- en passagiersvervoer achter elkaar reizen. Hier zie je bij een terminal, dan zie je de container, zie je even iets wat beter, de terminal, de container daar, die stopt een stukje verder en de passagiersvervoer gaat er voorbij. Wat zijn hier de financiële gevolgen? Want dat vragen mensen mij heel dikwijls van, ja maar, hoe zit dat nu? Want met die oorlog daar, hoe zit dat met ons geld? Nou, dat is heel veilig, want het zit helemaal niet daar ergens. Want het is, we zijn geregistreerd in Cyprus, Vanuatu en Cayman-eilanden. En ik heb het toen destijds gevraagd. En de vrouw van Anatoly Yeniski heeft gewoon contact gegeven dat ze met alles veilig zijn. En dat ze alles werken gewoon door kunnen gaan. En dat ze voldoende materiaal hebben om verder kunnen werken. En hier nog een plaatje waar de financiële gelden zijn verdeeld over de wereld. Er is nieuws bekendgemaakt aan het eind van 2022. Want toen was er de voltooiing van de eerste fase. En dat was de standaardisatie van de, met de conformiteit die afgegeven is met normen volgens de AWS en de BSEN. Wat dat precies wil zeggen, kan ik nu even niet zeggen, want ik heb er niet bij gezet wat dat betekende. Maar ze hebben een reeks werkzaamheden uitgevoerd om de certificering te kunnen doen. En dat is de eerste stap van meerdere stappen die gedaan worden voordat een traject helemaal goedgekeurd is. Want ook tijdens de bouw zijn er controles, worden er certificeringen gegeven, totdat alle stappen gezet zijn. En dan is het de totale certificering, de goedkeuring, dat alles veilig is om te bouwen en ook om te reizen. En dan mogen de passagiers meereizen. En dan pas mogen ook wij in een park in een voertuig zitten om te gaan reizen. Als je dan kijkt naar de deskundige beoordeling van de Yeniski stringtechnologie, dan ik zie dat ik nog maar 2 minuten heb, dus ik kan wegvallen. Maar het belangrijkste hebben jullie gehoord, want ik moet nog een stuk of 10 sheets en dan haal ik niet meer, denk ik. Deze wetenschappelijke organisatie overtreft andere transportsystemen en dat kan ook voor noordelijke koude regio's kan het toegankelijk gemaakt worden. Dat is echt officieel geschreven door dat bedrijf. De ontwikkeling van Arktische werelddelen kunnen daardoor opgelost worden en de mening van experts zegt dat ze dus in staat zijn om dit verder te kunnen ontwikkelen en dat het ook bereikbaar is in afgelegen, moeilijke plaatsen waar weersomstandigheden het niet altijd voor mogelijk houden om een route te hebben met de auto of zelfs maar met de fiets. Beveiliging is er ook, want als mensen binnen een bepaalde straal van een voertuig komen, dan stopt een voertuig. Dan wordt de persoon gedetecteerd en dan stopt het voertuig. En zijn er Koninklijke Hoogheid van de Emiraten, Mohammed bin Rashid Al Maktoum, die heeft op een gegeven moment gezegd dat de crowdfunding zoals wij dit hebben een van de beste manieren is om financiering te krijgen.